De activiteiten van de politie zullen worden opgeschaald. Dit vertelde korpschef Brian Isaacs eerder tijdens een persconferentie op het hoofdkwartier van de organisatie aan de Duisburglaan. De politiebaas zegt dat binnenkort een aanvang gemaakt zal worden met operatie Kerstbrood, een speciale politieactie. De medewerking nodig hebben van de samenleving. En met name roepen wij op tot verantwoordelijk gedrag. En met name verantwoordelijk gedrag van onze burgers is noodzakelijk. Wij rekenen op de samenleving en onze burgers. Wij van het Korps Politie Suriname zullen er, let wel, alles eraan doen om zo professioneel mogelijk te blijven en te handelen. En we rekenen ook erop dat het publiek, onze medewerkers, de politie, met respect bejegent. Politiecommissaris Melvin Pinas, directeur operaties, stelt dat hij niet tevreden is over de geboekte resultaten van de politie. Waarom ben ik niet tevreden? Omdat het Korps Politie Suriname eenmaal 24 uur, let u op, eenmaal 24 uur moeten we verantwoording afleggen aan de samenleving. Maar wat zien we? Als we kijken, klaar ligt de dag, criminelen gaan tekeer. Recentelijk heb ik zelf gezien, mensen hebben een alarmsysteem. Desondanks gaan die criminelen door. Mensen, de directeur operatie kan niet tevreden zijn. Er moet actie komen. De politie moet actie uitvoeren. We moeten iets doen. En in dat kader heb ik recentelijk vergaderd. Ik heb iedereen uitgenodigd. Alle interventieafdelingen, de rechercheafdelingen. En ja, we hebben een plan uitgewerkt. En de samenleving zal het opmerken, er komt gericht actie. De roadblocks zullen opgevoerd worden. Onopvallende en opvallende surveillance. Pinas geeft aan dat er ook instructies zijn gegeven om verhoogde maatregelen te handhaven. Hij benadrukt dat vooral rond de feestdagen verhoogde surveillance te merken zal zijn.